Elke week zijn er 12 dodelijke ongevallen in het verkeer. En dat zijn er nog altijd 12 te veel. Want nog te vaak stappen mensen onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur. We spreken met ambulancier Johan en brandweerman Michel, die er vaak als eerste bij zijn. Mijn naam is Johan van Ilanden. Ik ben hulpverlener sinds 27 jaar. Wij zijn verantwoordelijk voor het ziekenwagengebeuren. En binnen onze zonecentrum. Wij rijden ook dus naar verkeersongevallen. Wij komen meestal als ambulancedienst eerst ter plaatse. Het is ook niet aan ons om daar een onderscheid in te maken of een slachtoffer al dan niet heeft gedronken. Onze opdracht is om het slachtoffer hoe dan ook zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk te ontzetten uit het verhakkelde voertuig. Wat wij nooit niet mogen vergeten is dat alcohol een verdovend middel is. Dat impliceert dat mensen in een dronken toestand achter het stuur kruipen, de hersenfunctie afneemt. Men waant zich op een gegeven moment superman, men relativeert veel minder, het reactievermogen gaat er niet, het zicht wordt veel slechter. Maar wat vooral, ik heb het daarnet gezegd, uit de toekomst komt is dat de mensen, en vooral jongere mensen, ze voelen zich superman. Untouchable, er kan er niks gebeuren, stoerdoenerij. Van ik kan dat, kijk eens wat ik kan, ik zal het tot een keer bewijzen. Dat heeft allemaal een beetje te maken met het gebruik van die alcohol. Dat stimuleert dat. Als je in een vriendenkring gevraagd wordt om mee te rijden en die persoon is dronken, ongeacht of je zelf dronken bent of niet dronken bent, dus aan alle mensen geef ik de gouden raad, rij niet mee. Neem de bus, de trein, ga te voet, vraag dan iemand anders om je naar huis te voeren, want de gevolgen kunnen catastrofaal zijn. Ik ben Michel Duitschaver, 44 jaar, 21 jaar werkzaam bij Brandweer Gent, nu Brandweerzonecentrum. Ik denk dat 1 op 10 van onze interventies een verkeersongeval is waar we naartoe rijden. Dat wil daarvoor niet zeggen dat we iedere keer moeten knippen of dat mensen gekneld zitten, maar het heeft dan meestal te maken met verkeersongeval. We zien weinig verschil tussen mensen die een verkeersongeval hebben omdat ze gedronken hebben of door snelheid. Meestal gaan die ook hand in hand. Mensen die gedronken hebben gaan een beetje over hun eigen grens, gaan ook zien minder grenzen om zich heen en die gaan dan, hebben ook grappig de neiging om een zware voet te hebben. Mensen drinken en kruipen achter het stuur omdat ze op dat moment geen besef meer hebben dat ze gevaar zijn op de baan. Een auto op het moment dat er mee rijdt, kan een moordwapen worden. Mensen denken altijd, een ongeval daarover komt iemand anders. Maar niet zij zelf. Ik ben veilig, ik ben een goede chauffeur. Ook als ik gedronken heb, blijf ik een goede chauffeur. Ze denken, mij ga je toch niet overkomen. De pakkans is klaar. Ik weet toch wel binnen wie. Het enige raad dat ik kan geven aan mensen is, rij nooit met de wagen op het moment dat je gedronken hebt. Het kan uw toekomst hypothekeren, kan een ander mens zijn toekomst hypothekeren. Het is zoveel niet waard. M&M. Music of War. M&M.